Ja. Yes, yes. Daar zijn we weer. Klasse, de podcast over onderwijs en alles wat hierbij komt kijken. Aanwezig vandaag, Marvin Leete, drop op je beeldscherm. Hè, daar is die, ratata. En onze vaste tafelgast, Edson Spanjesberg. Ja. Fijn, Ed, dat je er bent. En we hebben natuurlijk ook weer een gast, maar daar ga ik zo meer over vertellen. Marv, besef jij je dat je met twee kampioenen hier minimaal aan tafel zit, of niet? Ja, toch, Edson? Hey. Ja. Vertel, Ed. Hey. Ja, vertel. Nee. Ja, joh. Ja. Dat is leuk, toch? Ja, dat we vier keer achter elkaar kampioen zijn worden met de 7 tegen 7 competitie. 7 tegen 7 competitie. Ja. Vier keer achter elkaar, ja. Ja. En nu stoppen we. Op je hoogtepunt moet je stoppen eigenlijk, hè? Toch, Mark? Ja, de koormeester, ja. Doe je volgend jaar een wedstrijdje mee? Of? Nee. Kom je kijken dan? Ja, dat wel. Ja? Kom een keertje kijken. Volgend jaar. En wij hebben ook mensen in ons team zitten. Die zijn niet zo van het lopen bijvoorbeeld. Dus dan, jij kan prima mee, hoor, Mark. Hey, met jouw techniek. Toch, Ed? Ja. Ik denk het wel. Ik schrijf hem op. Ja, ik... Ze maken de groep, ze hebben toch misschien één wedstrijd mee. Ja, dat hebben we er meer van. Sterker nog, een beetje die is gaan nemen. Meerdere volgens mij, toch? We zullen hier geen namen noemen, maar stel dat ze stiekem luisteren, dan... Ik denk het niet. Nee, maar het was wel leuk, toch, gisteren, Ed? Ja, het was leuk. Verdiend kampioen geworden. Ja, een bekertje gewonnen, schaaltje. Zo, inderdaad. Ed heeft een mooie schaal laten maken, joh. Ja? Oh, tof. Ja. Sterren erop en dergelijke, alles. Oh, tof. Ja, heel mooi. Waar is jij gebleven met de schaal, Ed? Jij hebt hem in huis genomen, hè? Ligt nog in mijn auto, denk ik. Ja. Maar ik ga het spijkertje in de muur slaan en ik hang hem weer op. Ja? Naast die van vorig seizoen. Naast die van... Je hebt een heel reetje thuis. Ja. Dus. Nee, leuk. En we hadden dit keer ook een wisselbeker. Ja. Die heb ik meegenomen. Dat is stoer. Die krijg je nooit meer terug. Ja, maar die wilde je per se meenemen. Die wilde ik meenemen. Het is wel leuk, want mijn kinderen kwamen naar beneden en stonden gewoon zo'n grote beker in de woonkamer. Dus dat was meteen, woe, papa. Oh, dat is stoer. Maar ja, ik zei tegen Sef gisteren, ik ga voetballen. Oh, papa, zie ik je voetbal? Dus ja, is ook lekker mee bezig, joh. Hey, maar heren, we hebben een directeur in ons midden, hè? Ja. Oh, grappig. Hey, van naam, hè? Potverdikke me. Hij is pas 38, mag ik je leeftijd noemen? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hij is pas 38, al 2 of 3? Bijna 3 jaar directeur al van een school, dat doet hij echt netjes. En van origine is het eigenlijk een wiskundedocent. Goed dat ik ben. Ja, van origine een wiskundedocent. Daarna heeft hij wat stapjes gemaakt, volgens mij afdelingsleider, decaan en dergelijke is hij geweest. En uiteindelijk nu directeur op Penta Rosenburg, zeg ik dat goed? Precies, ja, ik kan het helemaal, ja. Ja, Michiel Tangen, welkom. Dankjewel. Nice. Dankjewel, leuk om te zijn. Ja, ja. Toch of niet? Ja, echt heel tof. Ja, heel cool. Want ik zit net te denken, meestal, Michiel, jij weet denken beter, meestal worden wiskundedocenten, gymleraardocenten, directeuren, rateren. Ja. Hoe komt dat? Zeker gymdocenten, ja, die kunnen goed organiseren. Ja. Dat is het een beetje, ja. Dus ja. Die komen vaak in leidinggevende functies die pakken bepaalde verantwoordelijkheid in de school. Maar meestal de begindocenten. Ja. En wiskundedocenten worden wel eens roostermaker of zo. Ja. Kunnen goed puzzelen. Ik kan lekker puzzelen. Maar het is zo gelopen. Ja, ja. Tof. Tof. Maar we gaan daar zo verder over praten. Ik wil eerst even een stelling met jullie bespreken. Leerlingen, we hebben het nu even over middelbare school. Laten we het over middelbare. Leerlingen moeten minimaal 2 keer per week verplicht sporten op school. Dat doen ze toch al? Nee, ze hebben 1 keer per week gym. Is dat zo? Ja. Maar ik ben het er wel mee eens. Ja? Ja, vanuit jouw werkveld, hè? Ja. Moet het haast wel. Ja. Ja. En waarom ben je het er mee eens? Nou, als ik bij mij in de praktijk wel eens, laten we zeggen, jongeren krijg, een middelbare school, dan schrik je er wel van in welke fysieke conditie die je kinderen af en toe zijn. Ja, dat snap ik. Dan is het sporten wat hun doet, dat is FIFA 23. En dan heb je het wel gehad vaak. Ja, nee, en gewoon zo. En nu ga ik een beetje generaliseren, maar. Ja, niet allemaal. Niet nee, allemaal. Niet allemaal, maar heel veel wel heel erg bewegingsarm. Ja. Ik zeg wel eens gekscherend, je zou bij God niet weten hoe je in een boom moet klimmen. Of hoe je een balletje van een schuurdak af moet halen als je hem er toevallig op hebt geschoten. Ik schrik daar wel eens van. Ja. En niet alleen weinig bewegen en dan. Als je dan kijkt naar misschien een beetje overgewicht al. Ja. Ik vind dat wel een zorgelijke ontwikkeling. Een zorgelijke ontwikkeling. Ja. En wat dat in de toekomst gaat brengen, dat...
weten we dus niet. Nee, diabetes, weet ik het allemaal. Ja. Al die. Ik maak me er wel een beetje zorgen om. Dus wat mij betreft kan er niet genoeg aan bewegingsonderwijs gegeven worden. Ja. Michiel, wat is jouw... Ja, ik ken ook altijd gezegd. Kijk, veel leerlingen zitten inderdaad binnen. Zitten stil. En als er eentje wil voetballen... Ik kan me niet aan het herinneren dat ik vroeger altijd naar buiten ging met een bal. Ja. Elke middag aan het voetballen was basisschool. En ook nog de eerste jaren van de middelbare school. Ja. Maar als er nu eentje alleen staat, dan snap ik ook dat hij toch maar weer terug naar binnen gaat. En ook gaat gamen. En wat dat betreft is dat wel jammer. Want bij jullie is het lichamelijke opvoeding ook één keer in de week en dan twee uurtjes? Ja, eerste klas krijgen ze 4 uur in de week. Dus 4 keer 3 kwartier. En dan vanaf klas 2 tot de bovenbouw tot einde 2 uur in de week. Ja, toch? Ja, toch 2 uur in de week. Ja, 2 uur in de week. Ja. Je moet in totaal 10 of 11 uur gym in de hele loopbaan geven. Dus de hele MAVO-lijn of de hele HAVO-lijn. Okay. Dus dan moet je ongeveer op 2 uurtjes per... gemiddeld komt het op ongeveer 2 uur per leerjaar komt het uit. Mm. Ja. Ja. Maar 2 uur zijn bijvoorbeeld ook 2 of 3 kwartier. Dus ja, zoveel is het niet. Nee, ja. En dan heb je nog een sportdag aan het einde van het jaar. Ja, nou die hebben wij toevallig van de week. Woensdag, ja. Softballen, hè? Maar Mark, ben je het ook mee eens? Dat ze meer mee moeten sporten eigenlijk? Ja, ze moeten wel sowieso mee sporten, maar of het in de school moet, weet ik niet. Nee? Want? Ja, dan heb je toch beperkte tijd. Ja, beperkte tijd om te bewegen. Mm-hmm. En ik denk dat je meer aan de motivatie moet zoeken en kijken waarom die kinderen niet sporten. Misschien meer aan subsidies gaan werken, toch? Ja. Ik denk dat daar ook vooral het probleem ligt, dat heel veel ouders denken dat ze niet kunnen betalen. Maar er zijn genoeg subsidiepotjes om ouders geld mee te geven om kinderen op een sport te zetten. En die know-how, denk ik, moet meer ontwikkeld worden. Dat zie ik in ieder geval in Rotterdam. Dat heel veel kinderen niet sporten en die ouders weten niet dat ze gewoon ergens aan kunnen kloppen. Ja. En geld ervoor kunnen krijgen om de contributie te betalen. Maar dat zien we hier natuurlijk in de omgeving Nissewaard ook. Want toen die gemeente mevrouw over de vloer gehad, pardon. En die zei ook van dat heel veel potjes was, alleen dat ze niet goed bereikbaar waren. Ja, dat, ja. Dat, Jeugdsportfonds heb je inderdaad. Ja, toch. Ja, precies. Ja. De gemeente heeft echt een aparte, je hebt zelfs een website waar je dan kan inschrijven en waar je kan aanmelden. Maar misschien is het ook wel een stukje schaamte voor mensen. Ja. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar ja, als ik terugkijk naar mezelf, ik was vroeger echt helemaal fan van gym en dergelijke. Ik had 2 favoriete vakken, dat was gym en pauze. Ja. Weet je, dat was echt wat ik graag deed. Ja. Dus voor mij komt, maar je hebt natuurlijk ook die kids die er dus helemaal geen ene reet aan vinden. Nee. En moet die dan ook zeggen, joh, je moet minimaal 2 keer per week verplicht sporten. Nee. Ja, weet ik niet. En waar komt die desinteresse vandaan? Ja. Maar soms is het ook schaamte, hè? Dat ze gewoon echt niets kunnen. En dan gaan, ja, ik weet niet wat het is. Ik weet niet of het in school moet. Toevallig hebben onze leerlingen dat ook in het debatteam, of tijdens het debattoernooi meegekregen. Ja. Toen waren wij volgens mij voor. Maar toen zeiden die kids ook van, ja, maar je gaat het niet oplossen om het in de school te brengen. Want je blijft nog steeds een motivatieprobleem hebben, toch? Ja. Ja, maar je pakt wel op dat ze dan wel minimaal al een aantal uur bewogen hebben. Ja, zeker. Ja, daar ben ik ook weer mee eens. Ja. En ja, en of het schaamte is dat misschien sommige kinderen het niet zo goed kunnen. Of denken dat ze het niet goed kunnen. Ja, dan is het denk ik de taak van de gymdocent. Ja, om het zodanig aan te bieden dat het voor hen ieder interessant en leuk is. Daar ben ik volledig mee eens. En, ja, en ik denk inderdaad ook, ja, wat je net met subsidiepotjes. Ja, ik denk dat gemeentes dat veel meer moeten faciliteren. Ja, zet een advertentie in de krant, ga flyeren, weet ik het allemaal. Ga die scholen ook langs. Ga die scholen langs. Ja, en dan heb je het over sporten in verenigingsverband. Maar ja, in zijn algemeenheid het bewegen op zich. Ja, ik fiets wel eens een stukje door de wijk heen met mijn kleindochter. Ja, en dan zie ik speeltuintjes en die zijn gewoon leeg. Leeg, ja, maar precies en dat. En dan denk ik van, weet je, het bewegen begint al bij gewoon buitenspelen. Ja. En ja, die in onze generatie moest een Johan Cruijff trapveldje gecreëerd worden. Ja. Nou, je had echt je bal moeten neerleggen van, ik ben hierna aan de beurt. Ja. Ik denk dat het vol zou lopen. Klopt, ja. En nu zie je het gewoon volledig leeg staan. Maar waar ik nu ook aan zit te denken, ik weet niet, want misschien weten jullie dat beter. Toen wij nog op de basisschool zaten, in groep 3, kreeg je toch van die proefrestjes, toch? Kon je toch kiezen van, ik ga 3-4 weken op judo, 3-4 weken op karate. Dus overal een beetje... Is dat nog steeds? Ja. Okay. En dan ga je niet per se via school, volgens mij. Vanuit de vereniging. Maar neem je het inderdaad ook, dan kan je zo'n soort kaart kopen. Nou, dan ga je elke week ga je ergens anders sporten. Dus dan ga je voetballen, dan hebben wij spreken volleybal, hockey, tennissen. Ja. En dat tijdje kan je dan een kunnen kiezen. Dus dat wordt op z'n wel gedaan, hoor. Oké, gelukkig. Ja. En bij Stefan Loos op school wordt het vanuit school gedaan. Oké. Okay. Bij de Monsieur Becker hier, dus bij kunnen ze even reclame maken. Die bieden dat aan. Nee, die doen dan iedere... voor een hele week, dan kunnen ze turnen, ze kunnen hockeyen, ze kunnen tennissen, boksen. Dan kunnen ze allemaal kiezen. Dus, en dan kun je daarvoor inschrijven. Vol is vol.
En dan iedere periode dan hebben ze weer iets anders waar je uit kan kiezen. Okay, ik weet niet of op, dat, op de oude mazen, maar dat zie je inderdaad vaak in de bovenbouw. En dat is wel sterk. Want je zegt net motivatie. Dus dat ligt misschien ook aan de inhoud van de gymles op school. Ja. Mm-hmm. Maar in de bovenbouw zie je vaak dat ze clinics kunnen kiezen. Juist. Kunnen ze, ja, wij hebben sportoriëntatie sinds 2 jaar nu. En hebben ze een keuze. Dus dan kunnen ze inderdaad boksen of op meer gaan ze zeilen. Ja. Ja, dan wordt het ook, wordt het ook wat leuk. Dat zou je dus denken. Ja. Maar als ik dan hoor hoe die kinderen dan, godverdamme, ja, ik heb mijn fitness gekozen, dus lekker dichtbij. Ja. Of ik heb mijn Jump XL gekozen, want dan heb ik ook een paar keer springen en dan ben ik er weer klaar mee. Voelt toch nog alsof het zo, als dat in mijn, onze tijd was, zo, ik had echt een gat in de lucht gesprongen, jongens, dat er zo zijn. Ja. Ja, ik ga maar boogschieten, dan kan je alleen eens in de gymzaal. Nou, en als je ziet wat je allemaal kan, je kan wat is skiën, snowboarden, je kan zwemmen, je kan zoveel toffe tennissen, echt leuk, fitnessen, weet ik veel, allemaal kan je doen. En dan zitten ze er zo erin en daar ben ik altijd een beetje allergisch voor. Maar niet iedereen toch? Nee, je hebt ook natuurlijk, je hebt ook die aantal, maar het valt me op dat echt, nou ik zou het bijna 50-50 willen noemen, die dan zeggen van ja, ik heb geen zin. Ja. Ik wil het niet. En sommigen, zie je ieder jaar hier weer terugkomen, dat er altijd in een klas heb je er 1 of 2 die dan bijvoorbeeld nooit naar de gym gaan. Ja. En nu al vervangende opdrachten moeten gaan maken of iets dergelijks. Zonde. En dan eigenlijk moeten we daar dan natuurlijk over nadenken. Gewoon, ja, hoe komt het nou dat je dan niet gaat? Staan wij daar wel genoeg bij stil? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk niet dat wij tijd hebben om daarbij stil te staan. Nou, dat ook. Ja. Dat ook. Ja. Maar het is wel zonde. Want het zijn altijd dezelfde type leerlingen die niet, precies. Die niet gaan sporten. Ja. Ja. Dus het is zonde. Ja, volgens mij wordt de gymles ook vaak op de middelbare school het eind van de dag gepland. Ja, dat gaat maar niet hoor. Nee, bij ons is dat niet. Bij ons is het echt al ochtends. Het is gewoon heel de dag door wordt het gepland. En dan moeten ze naar het veld toe, weet je. Dan moeten ze naar het veld, dan moeten ze natuurlijk fietsen. En sommigen hebben dan geen fiets. En dan kunnen dan komen. Kijk, maar daar heb je toch het probleem. Geen fiets, moeten dan helemaal naar het veld toe lopen. Dan, dat is al een drempel. Dat is al een behoorlijke obstakel. En dan hebben ze vanuit huis hebben ze niet meegekregen dat sporten oké is. Dat je veel moet sporten. Dan moet je ook nog daar gaan gymmen. Hartstikke onbekend ben je met verschillende sporten. Ja, het drempel wordt alleen maar steeds hoger. En ik denk dat we daar iets... Dat we daar iets mee moeten denken. Nou, ik heb toevallig bij jouw mentorklas leerjaar 3 had ik iemand die zei van ja, ik kan er niet naartoe komen. Ik weet niet, meneer, rij je geen bussen? Ik kan niet. Ik zei maar, heb het wel eens iemand gevraagd? Ja, ik heb dan die en die gevraagd, maar die hebben geen fiets of die hebben scooter, kan niet mee. Ik zei maar er zijn toch nog meer die er... Ja, ik zei joh, even algemeen. Is er iemand die haar in dit geval mee zou willen nemen? Achterop of kan iemand achter op de scooter? En zei iemand, oh, ze mag gewoon met mij mee hoor. Ja. Oké, opgelost. Oh, ik zeg ja, dat is tof, hè? Ja, dat is eigenlijk is wel heel aardig van je. Oh, dat is tof. Ja. En toen had ze van de week gym en daarvoor zat ik dus. En zeiden van, puntje, mag ik nog even met jou dadelijk mee? Ja, nee, hartstikke goed, fijn, dan gaan we samen naar de gym toe. En zo is naar de gym gegaan. Ah, beter. En wat denk je van lichaamsscheuren? Ik moest echt het juiste woord zoeken. Nee. Of misschien luisteren weer. Maar lichaamsscheuren, ik denk dat heel veel kinderen, vooral meisjes, daar ook onzeker over zijn. Hè? Van dan ga ik gymmen, ik krijg niet de mogelijkheid om te douchen. En dan moet ik de rest van de dag moet ik nog in de klas zitten. Ja, dan ga ik liever niet gymmen. Ja. Want ik ben in het verleden ook al geweest. Ik moest vroeger verplicht douchen. Ik weet niet of jullie dat hadden. Ik moest verplicht douchen op de middelbare school. Klas 1 alleen, ja. Ja. Wij moesten gewoon douchen van, luister nou. En er was ook gewoon een vrouwelijke docent, die liep ook gewoon tussendoor. Allemaal douchen, hup, lopen. Nu kan dat natuurlijk nooit meer, maar toen, douchen, hup, eronder. Nou, je hebt wel gelijk. Ze komen er zeker met dit soort dagen komen ze wel eens terug de klas in. Nou, dat is niet te hard. Niet hard. We zijn er een beetje. Ik probeer het juiste woord te zoeken. Hartstikke, nee, of het goed, ze stinken inderdaad. Ja. Maar persoonlijke hygiëne bij sommigen is natuurlijk sowieso, bij pubers is dat wel eens lastig. Ja, sowieso. Ja. Dus ik denk dat het probleem groter is. Hoor. Ja, daar gaan wij ook niet op kunnen lossen. Nee. Er is al meer aandacht voor gezondheid ook. Hè? Maar dan gaat het meer over voeding bijvoorbeeld, gezonde school. Ik weet niet of Oudmaas gezonde school is. Gezonde school kan Ja, wij zijn een gezonde school. Zijn we een gezonde school? Ja, alles in rij toch? Ja. Alles in rij, alles zonder suiker. Ben jij laatst wel een broodje gaan halen of niet? De broodjes kipburger die lopen het hardste. En dan hebben ze ook nog van die knoflookdingen, dat is topbrood, en dan met kebab er ook nog eens bij en dergelijke. Nou, ze mogen wel meer aandacht besteden aan de kantine. Ja, dat vind ik. Ik heb vroeger hier op de Ding van Putten gezeten. Wat konden we halen in de pauze? Soep, thee, warme chocomel. Gevulde koek? Nee. Nee? We hadden niks. En dat was het. Goed voorbeeld dan. Ja. Verder hadden we niks. En nu zijn het complete kantines. Ja, dat is wel mooi. Ja. Bij ons stond er een patatkar buiten het
daar ging Bart van der Schoppen over af en toe. En dat wij mogen als personeel mogen wel een betere teamkamer of de docentenkamer hebben met een uitgebreide keuken. Nou ja, ik vind echt wel dat we beter moeten eten. Ik zou er ook voor pleiten inderdaad. Ja. Wij, mijn broertje die werkt bij een bedrijf en daar hebben ze een verplichte lunch. Dat kost hem bruto 50 euro per maand. En dan kan hij iedere dag op zijn werk dus lunchen en eten, zeg maar. En dat zijn warme maaltijden, koude, en maar het is allemaal gezond. En dan kan hij vanuit van die shakies kan je kiezen en smoothies. Ja. En, nou, dat is echt top. Daar zou ik echt voor zijn. En mooi, Morven maakt daar gebruik van. Dat zou je niet zeggen. Zie je dat? Ja, zie je poef. Nee, dat zou echt voor mij zou dat echt een oplossing zijn. Want soms denk ik, een boterhammetje weer, weet je. Food is life toch? En met de huidige werkdruk denk ik dat je daar wel het een en het ander mee tackelt, denk ik. Gewoon goed eten in de pauze. Ja, maar niet alleen in de pauze. Volgens mij stond er 2 maanden geleden een stukje in de krant. Ja, hoeveel kinderen er zonder ontbijt naar school gaan. Ja, dat. Ja. Weet je, dat is een collega zei het voor mij. En dat dan natuurlijk, hij heeft ook zijn oorzaken. Ja, het zou natuurlijk best wel mooi zijn als je als school dat misschien wel aan kan bieden. Ja. Een gezond ontbijt. Dat is ook weer lastig, hè? Want ik vind het wel een goede discussie, hoor. Maar je bent ook als school, dus je bent voor onderwijs, maar er komen steeds meer verantwoordelijkheden bij. En hoe ver ga je dan? Ja, dankjewel. Waar ligt de grens? Waar ligt de grens, ja. Dus je voelt die zorg ook wel. En je voelt ook wel dat je daar iets in moet betekenen. Maar ja, ga je 's ochtends een boterham smeren? Of hoe ver ga je? Ja, dat is lastig. Maar ik zou dat best wel lastig vinden. Mijn hart zou huilen als ik kinderen binnen zie komen. Ja, zeker, je weet met een knorrend maagje. Maar Rosenburg ligt in Rotterdam. Dus jullie hebben dus ook de mogelijkheid om toch een ontbijt aan te bieden. Ja, we doen het volgens mij met... dan kunnen de ouders zich inderdaad aanmelden. Gaat voor ons zorgteam. Ja. Er zijn inderdaad wel voor mijn 7 gezinnen waren er nou die... met schoolmaaltijd was het. Ja, klopt. Ja. Dus goed, voor mij... Is nu aangevraagd, gaat na de zomer starten. Ja. Hoe ik precies weet, weet ik niet. Ik weet wel dat op de Oude Maas ook sinds voor mij begin van het schooljaar op alle pentevestigingen staan van die fruitboxen. Waarom gaan morf? Voordat ik er ben is het leeg. Ja, dan heb ik het allemaal op inderdaad. Ja, dat is niet normaal. Ja. Een collega van mij, van ons, Boudewijn, die wees me een keer daarop. Ja, wat het dingetje in de ochtend als ik aankom, dan maak ik nog even snel mijn papje en ik sta gewoon demonstratief. Dat doe ik echt opzettelijk voor de deur te eten. Ja. En hij merkte het een keer op van, wat doe je nou? Ik zeg, probeer het goede voorbeeld te geven. Laat die kinderen zien van dat eten gewoon belangrijk is en eten gewoon goed is. Ja. Dus nu tijdens de rest hebben die kinderen het ook vaker erover van dat altijd of die kinderen zeggen tegen, je moet beter plannen, kan je eerder eten. Nee, kan ook zeker. Maar ik merk ook dat die kinderen gewoon echt zonder eten en zonder ontbijt naar school komen. Ja, maar niet alleen zonder ontbijt, gewoon heel de dag geen eten en heel de dag geen drinken. Ja. En dan leven op een koekje. Nou precies, ja, chips en koekjes. Maar hoe tackle je dat? Want het is ook lastig te controleren. En soms willen leerlingen daar niks over zeggen. Dus ga er een gesprek aan inderdaad. En hoe kom je erachter welke leerlingen dat zijn? Dat is best wel lastig. Ik heb toen de tijd de ouders een mail erover gestuurd. Het is me opgevallen dat uw zoon of dochter geen eten bij zich heeft. Ik adviseer u om dat wel te doen. Mocht er de financiële. Nee, hoe heb ik dat netjes genoemd? Mocht u een kleine beurs hebben, misschien kan ik iets voor u betekenen. Zo heb ik het verwoord. Uiteindelijk niet van niemand wat teruggehad. Nee, daarna hebben ze de meeste wel eten bij zich. Ja. Ja. En ik heb het voor mij ook al wel eens vaker verteld hier in de podcast. Dat ik standaard een paar broden bezorg heb liggen in de vriezer. Bij sommigen weet ik het ook gewoon van die hebben een kleine beurs, dat wordt lastig. Dus kom jij maar even een boterhammetje halen. Ja, goed joh. Dat is inderdaad goed. Alleen hoorde ik gisteren al van... wat onze autorering toch bij mij? Ik noem geen namen. Ja, die kleine. Ja. Ja, ja, ja. Maar zij vertelde ook een verhaal dat haar broer, dat ook vertelt bij ons op school. En haar moeder is toen gebeld, ook met de vraag van... Hebben jullie niet genoeg geld om eten mee te geven? En die moeder was echt flabbergasted van... Hoezo? Ik maak elke ochtend gewoon zijn ontbijt. Hij maakt de keuze... Om niet zijn eten mee te nemen en zijn eten onderweg weg te gooien. Dus wat jij zegt, dat is gewoon heel moeilijk controleren. Want wat gebeurt er nou achter de schermen? Ja. En daarom vind ik het knap dat jij dat doet. Maar ik vind het heel eng om dat naar ouders te mailen. Want misschien krijgen ze iets te van, ja, maar dat is helemaal niet aan mij. Waarom? Want ik, sterker nog, ik heb 1 keer van een docent of van een moeder te horen gekregen. Ze heeft me echt heel boos gebeld. Haar kind nam geen laptop mee en ik begon daar ook over, de financiële situatie. En ze hebben me gebeld van, jij moet helemaal niet met aannames komen. Wat doe jij? Nee, ik kan gewoon die laptop betalen. Ja. Zij kiest ervoor om niet die laptop mee te nemen. En zij kiest ervoor om het niet op te raden. En dan als jij dan de indruk gaat wekken van dat wij het niet kunnen betalen. Dat is echt daar schaam ik me voor. En sindsdien heb ik geleerd om gewoon helemaal niets erover te zeggen. Nou ja, ik,
ik heb het, het is een hele lieve en vriendelijke mail was het hoor. Het was niks verwijtend of niks, geen aannames van, het is alleen mijn kost. Het valt me op dat uw zoon of dochter geen... Zo zou het dan moeten zeggen. Ja. Het ligt natuurlijk gevoelig, het is echt een dun lijntje. Ja. En dat is weer eigenlijk, waar ga je als school mee bemoeien met de financiële situatie? Nou ja, precies. Van, en ik heb uitgelegd ook dat ik, ja, als je eet, dan krijg je lichaam energie van. Weet je, als je heel dag niks eet of drinkt, ja, dan snap ik dat je het einde van de dag hoofdpijn hebt. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat begrijp ik al, dan krijg je lichamelijke klachten van. Ja, dat snap ik dan. Je bezorgdheid uitspreken, dat doe je precies. En in die mate heb ik wel een goede verstandhouding met die ouders, dat ik dat dacht van, nou, dit kan ik wel netjes... Ja, jij doet het inderdaad heel goed. Ik vind het heel tof voor jij. Ja. Maar ja. Hey, we hebben nog steeds de directeur aan tafel. Ja, ja, ja. En hij is pas 38 jaar. Kan jij even vertellen hoe jij hier ingerold bent? Want ik vind het wel echt heel tof. Ja, ik, het is heel mijn leven de rode draad Penta, zeg maar. Ja. Ik ben de leerling geweest hier op de Angelus, hier vlak achter. Havo-diploma gehaald en ik wilde eigenlijk bij de politie. Maar was ik een jaar te jong. Moest je 18 zijn om te starten. Dus ja. Nou, dacht ik over tussenjaar. En toen via hoorde ik over een leerwerktraject voor docent. Mm-hmm. En hoe ik op het vak wiskunde ben gekomen. Was je goed in? Ja, redelijk. Vond me nog ineens heel goed. Ik had voor mezelf een 6,5 op examen. Maar ik denk, nou, dat is wel het leukste vak om te geven. Dus leraaropleiding gedaan, leren werken. Nou, dat hielp echt wel. Opleiding ging dus heel goed in eerste instantie. Maar het lesgeven vond ik gelijk heel leuk. Ja. Twee jaar op... Hoe oud was je toen al toen je voor de klas stond? Ja, 17. Dus dan ben je 17. Ik ben 17, zei je voor de klas, hè? Ja, dat is wel grappig. Want dan moest je een intentieverklaring tekenen. Eigenlijk kom je gelijk in dienst. Dus als ik tot en met 67 moet, ben ik gewoon 50 jaar... Ik dacht dat ik hier op was. Ik weet niet of ik het vol ga maken, maar het zou theoretisch kunnen, ja. Oh, grappig man. Dus, en toen kwam ik in mijn derde jaar in Hoogvliet en dat weten jullie misschien ook wel. Toen hoorde ik dat mijn stage een beetje bepaald. Hè. Dus na het tweede jaar zei ze, nou, je gaat er best uit vermoeden. Ja. Ja, toen dacht ik zo, dus ik wel serieus wel even tegenop. Ja. Ik kreeg een basiskaderklasse, wist ook wel dat het echt een andere school was dan bijvoorbeeld de Blaise of de Angelus. Ja. Maar ik vond het fantastisch. Ja. En gelijk voor het eerst ook ander type docenten, dat zou je misschien ook bij oude maas ook al merken. Dat, die zaten dan heel, heel erg betrokken bij die leerlingen. Ja. Pedagogisch sterk en ontzettend veel gelachen ook met de collega's en leerlingen. Ja, je hebt wel een paar jaartjes nodig om daar eventjes je hoofd boven water te houden. Ja, maar als je daar kan lesgeven, dan kan je denken overal. En toen had ik wel snel zoiets van, ik wil eigenlijk wel wat meer. En toen ben ik decaan geworden inderdaad. En toen, eigenlijk bij toeval, ging de teamleider van ons MAVO-team ging weg. En Gerry Herderwijn, die volgens mij nog bij jullie gewerkt. En toen ben ik samen met Michael, een collega daar, hebben gezegd van, nou, zullen wij het doen. En we zijn naar de directie gestapt en we mochten met z'n tweeën, een hele kleine afdeling, ik denk totaal 120 leerlingen, mochten we doen. Ja. En toen zei ze, ja, later, ja, dan moet er wel eentje mag erdoor. En Michael, die deed toen zijn eerste graad studie, zei nou, ik ga studeren. En toen ben ik doorgaan en ik had eigenlijk van tevoren helemaal niet zo bedacht, maar het viel hartstikke goed. En toen gingen we naar de campus in Hoogvliet. Mm-hmm. Toen werd ik naast de MAVO, kwam de HAVO-top daar, dat hele mooie leerroute. Ja. En nogmaals, allemaal niet zo gepland, maar toen kwam 2020, net voor de coronatijd, kwam de vacature op Rozenburg. En de school, ja, dat had toen 138 leerlingen, dus echt klein. Dat is eigenlijk hetzelfde als mijn afdeling toen daar. Ja. En mijn directeur Reinier, die zei van, joh, is er niks voor jou, moet je die proberen. Stoorbaar. Ja, toen dacht ik, ja, wel een beetje getwijfeld, maar het leek me ook wel weer leuk. Ja. En ik zat 16 jaar op Hoogvliet, denk ik, nou, ik wou misschien wel goed om eens een keer ergens anders te gaan kijken, ja. Precies. En gedaan, en ik denk, nou, eens even kijken of het er wat voor mis. Ja, ik vind het geweldig. Ja, want dus je bent 36 toen je directeur bent? Ja, 35, ja. Ja, ik ben 34 nog. Ja. Ik sta hier, dus. Ja. Mooi toch? Wel leuk, ja. Mooie route. Ja. Ja, en op een kleine school ook wel redelijk veilig, en dat is wel... Dat was Hoogvliet in eerste instantie ook, maar er waren 3 dependances. Mm-hmm. En Rozenburg is ook een kleine school. Ja, daar ben je toch, het is allemaal gemoedelijk. En Rozenburg is een dorp natuurlijk, dus korte lijntjes. Echt de kleinschalige, dat bevalt me ook wel, ja. Dat vind ik wel leuk. Je staat als directeur daar nog midden in het team. Dat heb je misschien op een grootschool wat minder. En dan zit je wat meer in die voren toren. Maar dat... En als je nou aan jouw collega's zou vragen, hè, hoe zouden ze jou omschrijven als directeur zijn? Ja, ik denk wel toegankelijk. Ze kunnen altijd bij me binnenlopen. En ik heb veel aandacht voor het personeel. Dat is nu ook wel nodig met het personeelstekort. Maar überhaupt denk ik dat het belangrijk is om geïnteresseerd te zijn. En dat doe je naar je leerlingen, dus doe je naar je personeel ook. Ja. Dus veel aandacht voor het personeel. En we proberen het leuk met elkaar te hebben. Dus we werken hard. En dat vragen we ook. En we vragen ook best wel veel van docenten. Op een kleine school heb je ook snel andere verantwoordelijkheden. En moet je snel iets oppakken. Dan heb je minder schouders om die het kunnen dragen. Maar en met ook geluk hebben. Dus leuke personeelsuitjes, even een leuke attentie tussentijds, veel waardering uitspreken, ja, dat vindt iedereen belangrijk. Ja. Dat is voor leerlingen belangrijk, maar ook voor docenten, dat merken we wel.
Mooi. We hebben heel veel wisselingen gehad het eerste jaar, maar nu hebben we echt een, ja, wat dat betreft, heel constant team. Ja, ja, tof. Veel leuke jonge mensen met veel energie. Dat is echt, echt tof. Ja, tof. Ja, ja, leuk, ja, ja, om te horen, man. Ja. Je bent ook wel trots volgens mij. Zeker. Ja, ja, het is hard gegroeid. Er zijn leuke dingen gebeurd, want we hebben een HAVO-licentie gehad. Voorheen kon ze op Rozenburg eigenlijk alleen een MAVO-diploma halen. Ja. En na HAVO 3 en VWO 3 moesten van school af, hè, dus kwamen ze vaak hier op de Angelus. Ja. Of, en ja, er moest wel wat gebeuren. We zaten op 138 leerlingen, dus dat was echt een beetje kantelpunt, ja, van ja, kan de school blijven bestaan. En toen hebben we de HAVO bovenbouw erbij gekregen en we zitten nu komend jaar op 230 leerlingen. Netjes. Het jaar daarna gaan we denken naar 250, 260. Oh. Dus ja, we zijn echt goed aan het groeien. We hebben die HAVO's voor het eerst geslaagd. Dus goed slagingspercentage, ook succesvol. Dus ja, veel leuke experimenten aan doen. Ja. Dus ja, het is gewoon tof, joh. Geeft heel veel energie. Dus je staat er goed op bij Penta? Ik hoop het wel. Ja, ja, ik hoop het wel. Mevrouw, ja. Bevaart is trots op jou. Ik heb maar een functioneringsgesprek, ga ik maar nog even blijven. Ja, mag je nog even blijven? Ja, maar nog even blijven, ja. Die heb je dan met mevrouw Bevaart ook, of niet? Ja, 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 ja. Oh, ja, wat goed. Ja, ja. Ja, die is ook goed, hoor. En die, ja, maar dat is een hele lieve dame, hoor. Ja. Die ken jij? Die ken ik, ja, ja. Waar ken jij die van? Dat is beroepsgeheim. Ja. Ik ken Jacqueline. Ik mag Jacqueline zijn. Ja, ja, oh, 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 ja, ja. Oh. Hey, ik zat netjes met mevrouw Bevaart, hoor. Ja. Ja. Maar jij geeft geen les meer dan? Ja, ik heb de eerste 3 jaar nog lesgegeven, ja. Dus wiskunde, MAVO 4, de examenklas. Dat ik na de meivakantie wat meer ruimte. Maar dan zit je volgens ook gewoon naar examens naar te kijken. En komend jaar ga ik het even niet doen. Want we willen niet komend jaar, maar het jaar daarna willen we 2 praktijkvakken opzetten. Voor de MAVO en de HAVO. Dus daar is ook wel wat tijd voor nodig. We willen een beetje in het land gaan kijken van wat zijn de ervaringen. Ja. En ik merkte wel, ja, het lesgeven, ja, ik bedoel, het is op zich goed. Maar extra dingetjes doe je niet meer, daar heb je gewoon geen tijd voor. Dus je gaat van je afspraak, denk je, oh ja, ik moet lesgeven. Je gaat naar je les. Nou, je geeft je les. Nogmaals, ja, dat is denk ik wel, dat is wel voldoende. Maar ja, je haalt niet echt uit wat erin zit. En het is allemaal een beetje snel tussendoor. Welke praktijkvak? Ja, voor de MAVO denk ik aan dienstverlening en producten. En voor de HAVO heb je die nieuwe HAVO-P-route. Oh ja. En je merkt gewoon dat als we het over motivatie hebben, ja, die praktijkvakken die zijn wat meer, ja, wat leven zegt, onderwijs zeg maar, dus die spreken meer tot de verbeelding. Ja, dat vinden die leerlingen leuker dan wij hebben de MAVO Zorg en Welzijn, hè? Ja. Dat is ook heel tof trouwens. Ja, ja, ja. Kan ik je wel buiten de uitzending wat meer over vertellen? Kom een keer kijken. Kom een keer, nee, tof. Leuk. Ja, leuk joh, ja. Ja, mag je er trots op zijn. Zeker, ben ik ook. Leuk. Ja. Ja. Hey, boys, mannen, heren, we zitten alweer bijna op een half uur. Het zit er al, deel 1 zit er alweer op. Ja, ga snel, hè? En dan hebben we nog niet zo voetbal gehad. Kun je nagaan? Hey, Michiel. Yes. Wij hebben, iedere uitzending hebben wij het laatste woord. Ja. Dan geven wij het woord aan onze gast. Jij mag als eerste aftrappen. De volgende is voor Ed. Die kan ook leuk afsluiten. Die is vaak een moppetappen of een gedichtje of een stukje zingen. Weet je, laat ik hem over. Of een jel. Nee, joh, ik wil jou dadelijk het woord geven. Als jij het goed vindt, dan mag jij afsluiten. Je mag iets iemand te groeten doen. Je mag een shout-out doen. Je mag iets vertellen wat je belangrijk vindt. Zolang je maar niet gaat schelden of lelijke dingen gaat zeggen, dan vinden we alles goed. Ja, iedereen bedankt voor het luisteren. Marv, ik heb weer van je genoten. Oude Ajaxiet van me. Edson, thanks dat je er was. Michiel, ja, we blijven allemaal nog even lekker zitten. Ik sluit onze microfoon. Kijk of de muziek al een beetje aan kan zetten. Hoor je hem al? Ja, je hoort hem al, hè? Nogmaals bedankt voor het luisteren. En Michiel, het laatste woord is voor jou. Yes, nou, shout-out naar jullie. Mooie podcast, mooie titel, klasse. Het onderwijs is fantastisch. En misschien maar een oproep aan de mensen die er ooit aan gedacht hebben om het onderwijs in te gaan. Ja, cool. Het is hard werken, maar ja, je gaat heel veel voldoening aan te halen. Dus, klasse.